Op een gegeven moment ga je twijfelen op de tekst. Oh god, wat was de tekst ook weer? Wat was de tekst ook weer? Aan de zijkant. Welkom bij een nieuwe aflevering van News Attack. En vandaag heb ik Edcilia Romley te gast. Van de Soundmix Show tot het Eurovisie Songfestival, Edcilia Romley draait er de hand niet voor om. Als vast onderdeel van de Ladies of Soul verkoopt ze samen met Candy Dulfer, Glennis Grace en Birgit Lewis al sinds 2014 de Ziggo Dome meerdere malen per jaar uit. Hoog tijd om erachter te komen wat haar verhaal achter de muziek is. Vandaag gaan we het hebben over jouw hele bijzondere optreden samen met Olita Adams. I couldn't get to sleep this way. Ontroerd als ik dit zie. Maar dit is echt een soort van je tante of je ja, bijna moeder, tweede moeder die daar staat. Het is gewoon een dream come true. Weet je, deze vrouw heeft mij zo geïnspireerd als jong meisje. Waarom was zij jouw voorbeeld dan? Nou ja, ik was best jong en ik had toen al een hele zware stem. En ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Veel van mijn vriendinnetjes hadden dat hoge stemmetje. En in die tijd, Whitney Houston, Mariah Carey, al die soul-artiesten waar ik natuurlijk ook helemaal tegen opkijk, die zongen allemaal heel hoog. En dan op je 18e ga je meedoen aan de Soundmix Show. Ja. Ook met Olita Adams. Hoe is dat gekomen? Ja, mijn familie, het was echt één ding. Ja, je moet nu eerder klaar voor. We moeten ons inschrijven. Het was echt hè, met z'n allen. Het was heel grappig. Nou, eindstand gedaan en ik werd uitgenodigd om te komen voor een voorronde of een test. En daar ging ik ook doorheen. En ik deed Olita Adams omdat ik dacht, ja, ik moet iemand imiteren. Nou goed, ik heb in ieder geval een lage stem. Dat is dan al heel wat. En ik weet nog dat ze daar mij videobandjes gaven, omdat ik had zo imiteer, ik ga gewoon het liedje zingen. En dat ze me echt lieten zien van zo gedraagt ze zich, zo doet ze. Je moet even een beetje erin duiken. Ja, want je moest je ook echt verkleden. Je moest echt verkleed als haar en je moest haar een beetje imiteren. En ik had zoiets van, ik ga gewoon mijn liedje te zingen. Ja, ik hoefde er voor mijn gevoel niet heel veel voor te doen, dacht ik. Aan de eindstand ging ik weer een voorronde verder en zo kwam ik op de live shows en die won ik ook. En het gekke is, ja. Ik deed het echt, ik wilde in het begin helemaal niet. Mijn moeder was ook zo geïrriteerd. Die zegt, jeetje mine, ga nou. En ik zat alleen maar te zeuren. Want ik wil niet en ik wil niet. En ik zat ook daar achter de schermen alleen maar met de koks en de mensen van de kleding te ouwehoeren. En werd ik weer geroepen op de vloer. Edcilia Romley, waar ben je? Ik was zo met heel veel andere dingen bezig. Omdat ik het ook gewoon leuk vond om te zien wat er eigenlijk achter de schermen allemaal gebeurde. En iedereen was echt een soort van familie in die tijd in Alsmeer. Dus ik vond het alleen maar leuk om daar rond te hangen. Dus ik hoefde niet eens zo nodig te zingen, maar dat heb ik wel gedaan. En vanaf 96 ging het allemaal opwaarts. En toen uiteindelijk hebben jullie het voor elkaar gekregen dat zij bij jullie bij Ladies of Soul echt er was. Nou. Hoe gaat dat? Want dit is natuurlijk niet zomaar iemand waar je het over hebt. Nee, ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, het is wel leuk dat Candy had een linkje met Sheila E. Dat was de eerste gast die we hadden. En ik had een linkje met Olita Adams. Want intussen, na al die jaren Soundmix Show, heb ik haar wel nog vaker ontmoet. En hebben we nummers uitgewisseld. En toen was Olita Adams een soort van, ja, laten we kijken of... ik heb je gewoon een mailtje gestuurd en ik kreeg bericht terug. Nou, en daarna doorgepaast naar het management van de Ladies of zo. En die hebben het allemaal zeg maar verder uitgewerkt. Maar hoe gaat dat dan met zo'n Olita samen? Is het dan... dat zij gewoon zelf bepaalt wat er gezongen wordt? Of gaat dat wel in samenspraak? Nou ja, het is wel zo dat we bij Olita Adams vooral haar hits willen. Cheert is eigenlijk degene die een beetje de muzikale leiding... hij heeft de muzikale leiding en hij bespreekt met de artiesten, vooral de gastartiesten, wat er gezongen wordt. En dan eigenlijk als we hier zijn, ik weet nog dat ze in de kleedkamer zei, Ziel, jij doet die uithaal. Ik zeg, nou, jouw liedje, doe jij dat maar. Nee. Jij moet shinen en zo lief. Zij wil zo graag dat ik groei en dat is zo top. En zijn er dan ook bepaalde dingen die zij dan op zo'n moment of andere momenten die je met haar hebt gehad, die je echt van haar hebt geleerd? Ja, twee keer eigenlijk. Eén keer dat ze bij me thuis was en dat we echt heel erg gezellig gewoon gepraat hebben met de kinderen en erbij. En gewoon een hele relaxte sfeer met haar man. Dat ze ook aangaf
dat het ook in haar wereld ook best wel met tegenslagen of het niet altijd lukt. En dat ze ook wel eens moe is en geen zin heeft. Weet je, dat iedereen uiteindelijk is mens. En soms heb je een beeld van een bepaald artiest dat je denkt, nou, die zal dat nooit hebben. Nou ja, dat heeft zij ook. En als tweede is dat zij op mijn verjaardag hier in de Ziggo Dome met de afterparty, want ik was steeds jarig geweest, enkele keren in de Ziggo Dome. Dat zij 's nachts een speech nam en met mijn moeder erbij. En dat zij echt zei van, nou ja, gaf ze me een soort van pep talk ook. Van ja, ik weet dat je zelf ook nog onzekerheden hebt. En dat je dat had met je stem. En dat je het moet omarmen. En wees blij met wie je bent. En vertrouw op jezelf. Gewoon de hele mooie woorden die eigenlijk. Maar als je dat dan van zo'n vrouw hoort waar je zo erg als jong meisje naar op hebt gekeken, dan komt dat misschien wat dubbel dwars binnen. Omdat je een soort beeld hebt dat zij zo perfect zijn als je klein bent. Hè? Dat je denkt, nou, maar dat is dan heel mooi. Dat zij ook zegt van, nou, en ze zei, ja, als ik een dochter had, hè, want ze heeft geen kinderen. Nou, ze zei, nou, ben jij gewoon zo, het voelt zo goed met jou. Dat was zo bizar, dat was echt bijzonder. Iedereen zat in tranen die avond, dat was echt niet normaal. Ja, want je zegt dus dat zij, tenminste, zij zei van, ja, je bent ook onzeker. Ja. Maar je bent al zo lang in Nederland gewoon echt een van de topartiesten die we hebben. Waar komt die onzekerheid vandaan? Nou ja, onzekerheid in die zin, ik denk dat iedereen wel eens een onzekere momenten heeft. Ik denk ook als je periodes, wat heel spannend is, als jij liedjes maakt, doe je dat voor jezelf vooral. Maar je hoopt ook dat mensen het leuk vinden. Nou, dat is altijd wel even een stukje gevoel dat je blootlegt voor de wereld. Je hart staat open, want je hebt zoveel liefde in die songs gezet en in de muziek. Nou, dat zijn momenten wat best wel spannend en onzeker. Dat je denkt, ik hoop maar dat men het ook leuk vindt. En ook als persoon, als zangeres, ik weet soms, dan hoor ik mezelf terug, denk ik, had even beter gekund. En denk ik, waarom heb ik altijd die... Hè? Dus dan heb je ook wel eens je onzekere momenten. Maar overal ben ik wel iemand die heel erg het leven neemt zoals het is. En laten we even teruggaan naar dat optreden. Ja. Hoe voelt het dan op het moment dat jij, stel voor, hier staat het podium. Mm-hmm. En jij weet, oké, Olita die is nu bezig. Over een minuut ga ik daarbij staan. Ja. Hoe voel je je dan? Want het is toch het cirkeltje rond moment. Op een gegeven moment ga je ook twijfelen op de tekst. Oh god, wat was de tekst ook weer? Zit aan de zijkant. Dan zit je erg mee te luisteren. Want je bent zo gewend misschien het liedje te zingen. En dan opeens zingt iemand een ander stuk. En dan denk je, oh ja, welk stuk moest ik ook weer? Dus je hebt een beetje een soort twijfel net voordat je gaat. En dan zie je die mensen. En ik was echt gefocust op haar vooral. En ook op gewoon het moment. Ik wilde er echt in staan. Dus ik... Ik geniet daar gewoon dubbel en dwars van. Dan voel ik me echt, wil ik eigenlijk zo gillen. Maar ja, dan moet ik heel netjes blijven zingen. En als je nou terugdenkt aan het optreden, heb je dan één bepaald moment waarvan je denkt, dat springt er voor mij uit. Dat ga ik nooit meer vergeten. En niet eens dat we zongen, maar dat ik haar omhelste. En dat we, toen ik klaar was, voordat ik wegging, dat je bijna die vrouw niet meer los wil laten. Dat je gewoon blij bent dat je bij haar bent. Ja, dat. En als je nou teruggaat naar dit nummer, hè? Ja. Het heeft heel veel voor jou betekend, dat is duidelijk. Maar wat betekent het voor de persoon, Edcilia? Dus niet voor jouw artiest zijn als carrière, maar gewoon als je kijkt naar dat meisje van 9 die dat nummer hoorde. Wat voelde jij op dat moment? Toen ik in mijn eentje in de woonkamer zat, luisterde ik naar de muziek, maar niet gewoon naar de melodie altijd, maar meer naar de klank van wat een zanger of zangeres doet met de mond. En dan probeer ik me in te beelden dat als je iets doet, want ik had geen zangles en ik ging een beetje mezelf leren zingen. En dan, Olita Adams had dan van die liedjes met uithalen dus het heeft mij heel erg, dat liedje ook, I Just Had to Hear Your Voice, heeft ook mij geleerd ook zingen. Ik heb dat ook met een ander nummer van Olita Adams, Everything Must Change. Lange uithalen, laag beginnen, rust pakken, dan weer gas geven. Dus als persoon is zo'n liedje van haar heeft mij gewoon heel veel geleerd in de zang. Dat is eigenlijk mijn zangschool geweest. Ik wil je bedanken voor dit leuke gesprek. Ja, leuk dat je even tijd wilde nemen om het hierover te hebben. En ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Laat ons vooral weten wat jouw favoriete Ladies of Soul optreden was, want die kun je allemaal hier terugkijken. Dus check ze allemaal even op dit kanaal. En check vooral ook het Music Talk kanaal, want daarop staat ook een ander interview met Edcilia over een ander optreden, dus dat wil je zeker zien. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Doeg!